Angela Zhang vond een middel uit dat medicijnen effectiever maakt. Boyan Slat, een manier om plastic afval uit de oceaan te verwijderen. Allebei als scholier en student. Ze gebruikten kennis geleerd op school en informatie van het web. Ze waren ondernemend en hadden de vaardigheden om hun ideeën te communiceren. Ze overtuigden laboratoria en bedrijven om hun te helpen bij de realisatie van hun droom. Door technologische vooruitgang ontwikkelen organisaties zich razendsnel. Dit vraagt om mensen zoals Boyan en Angela. De skills die zij gebruiken en de manier waarop zij kennis verwerven en inzetten zijn essentieel voor werken in de toekomst. Dat betekent dat jongeren nu op school moeten leren hoe dat moet. En niet alleen jongeren, maar ook veel werknemers hebben nieuwe vaardigheden en kennis nodig om mee te kunnen komen. Dit kunnen zij alleen leren als de scholen hierop zijn ingericht. Wat een grote uitdaging is. Deze uitdaging gaan wij aan. Crossing Educational Borders transformeert onderwijs. Samen met scholieren, studenten, docenten en werkenden uit de praktijk ontwikkelen we nieuw onderwijs. Dat iedereen voorbereidt op de toekomst. We kiezen zelf inspirerende plaatsen waar we willen leren. En van wie en hoe. Zo leren we van en met elkaar in de praktijk. We hebben het lef om de grenzen tussen praktijk en theorie weg te halen. Tussen leeftijdsgroepen, tussen leerling en expert. Wij creëren de leerruimtes van de 21ste eeuw.